Een hele goede middag, morgen, avond, wat het ook mag zijn. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik naar Baren, naar een kasteelver. Maar ik ga niet heen voor de kasteelver. Ik ga heen voor de Lexus Shuttle Service die er is. Lexus RX, de sportversie. Dit is een hele erg grote Lexus en ik vind zelf een hele mooie Lexus omdat hij hele scherpe lijnen heeft en dat maakt hem sportief. Het is een super luxe auto, maar ook wel een beetje luiig, want ik heb hier een lampje en nu hoef ik alleen maar mijn hand overheen te halen. Als ik dit beweeg, dan reageert hij op me. En ik heb ook een knopje, daarmee gaat de klep open. Uittesten de kracht van de auto, want deze heeft een V6. Deze auto trekt zo snel op omdat de elektromotor die erin zit, die begint zeg maar op zijn maximale kracht. Een benzinemotor moet op start komen, maar omdat het een hybride is, heb je meteen al de kracht erin. Super luxe auto, alleen die andere is gewoon echt absurd. Wat minder vermogen. Deze heeft 220 pk, die andere heeft 360 geloof ik. Ze hebben allebei hybrides. Elektromotor, nog een elektromotor, dat zijn de wielen. En daar kan ik zien hoe ver de accu nog is. En daar ligt de benzinemotor. Dan de witte SUV, de NX. Dit is de GS300H. Dit is een coupé, een President Line coupé. Hij is super luxe. Hij heeft een ander materiaal stuurwiel. Die andere zijn allemaal leer. Deze heeft wel een joystickje, waardoor ik het scherm kan bedienen. Het regent vandaag, maar ik ga het wel even doen, want het is een super mooi dak en hij kan hem lekker makkelijk open. Daar zie ik mijn snelheid. Nu staat hij op 0. En dan zet ik hem even in drive. En dan gaan we heel rustig eventjes rijden. En dan zie je 2, 3. Lexus is toch echt wel mijn favoriet. Dit is de RC, de meest sportieve die er staat, de coupé. Je ziet het ook aan het interieur. De afwerking in deze auto is met carbon, dus wat lichter materiaal, heel sterk materiaal. En de stoelen die zijn gestikt met een soort lijnen, waardoor het lijkt alsof ze gespierd zijn. Het geeft echt van binnen ook een heel sportief gevoel, met nog steeds die luxe erin van Lexus. Het dak gaat hier nog weer een stukje omhoog, dus mensen kunnen gewoon normaal zitten. En de stoelen kunnen plat, dus achterin past ook nog wat.
Amersfoort.